Waar zijn we hier? Wij zijn hier in Siebengewald op camping De Hei, motorcamping De Hei. En we hebben vandaag een evenement genaamd Cars en Koffie in samenwerking met de Volvo Klassieker Vereniging Regio Zuid. En we gaan er vandaag gewoon een leuke dag van maken. Gezellig met z'n allen, een beetje genieten van de mooie auto's, motoren, lekker een hapje eten. En met elkaar wat buurten, hoe de vakantie geweest is, dat soort zaken. Wat maakt Volvo nou zo uniek? Nou, ik denk niet dat Volvo uniek is. Het is wel een heel betrouwbare auto. Dat is ook te zien aan de autootjes die hier staan. De meeste zijn toch ruim 50 jaar oud en het rolt nog steeds. Dus wat dat betreft, ja, is het uniek? Nee, ik denk niet dat het uniek is, maar wel een leuke hobby. Zijn Volvo-rijders ook freaks? Ja. Ja, ik denk dat de meeste Volvo-rijders ook echt wel freaks zijn. Die houden dus ook wel van motoren, Amerikaanse auto's. Tenminste, als ik van mezelf uitga, absoluut. Ik ben ook een motorfanaat. Maar ja, bij mij kwam het omdat het betaalbaar was. Het is wat betaalbaarder rijden dan bijvoorbeeld een Amerikaanse auto. Als mensen nu meer willen weten over jullie club, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze terecht op de Volvo Klassiekers site. Dat is volvoklassiekers.nl. En daar hebben we een complete website met alles en nog wat over Volvo's. Er staan alle modellen op uitgelegd. Alle kleurcodes staan erop uitgelegd. We hebben zelfs voor degenen die nog niet lid zijn, een eigen webshop waar we onze eigen onderdelenvoorziening hebben. Ja, noem maar op. Alles is te vinden en te verkrijgen. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij.